Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En ja, zoals jullie in de achtergrond al zien, vandaag ga ik jullie iets cools laten zien met TNT. Dus ja, wat we gaan doen is, ik ga jullie laten zien hoe je deze missile maakt. En wat een missile is, dat is eigenlijk gewoon een soort van raket waarmee je ja, TNT kan afschieten als het ware. Dit is hem. En dit is gewoon een grote muur met cobblestone. En dit kan bijvoorbeeld dan de muur zijn van de basis van de vijand van je. En je wil zijn muur opblazen omdat je binnen wil komen in zijn kingdom of weet ik veel wat allemaal. Dan stuur je gewoon zo'n ding erop af. En nou, zoals je ziet maakt het een aardig gat. Het is een gat van 4 diep. Op dit stuk. Dus dat is op zich een aardig gat. En daar kan je de meeste bases al mee inkomen. En anders stuur je gewoon nog zo'n ding erop af. En als je dan nog zo'n ding erop afstuurt, dan kom je vast, dan kom je zeker wel binnen. Ik denk niet dat het een muur gaat maken die zo dik is. Dus als mensen dat wel doen, dan kan je gewoon nog wat meer van die dingen erop afsturen of zo. Dan lukt dat ook wel om binnen te breken. En zoals je ziet, dat ding gaat er naartoe. Die TNT wordt aangestoken zodra die iets raakt. En boom. Je krijgt echt gewoon grote type gaten in muren ermee. Dus ik had eerst nog een ander ontwerp. Dat was deze. Alleen ja, zoals je ziet, die heeft een stuk minder TNT. En hij werkt gewoon een stuk minder goed eigenlijk. Ja, hij heeft niet eens heel veel minder TNT. Maar TNT is heel anders verspreid. Waardoor er veel minder TNT in de voorkant zit. Waardoor hij dus ook veel minder kracht heeft. En dat is dus juist natuurlijk wel het belangrijke van zo'n ding. Dat hij tenminste ergens ook echt gewoon goed een gat in kan maken. En het lijkt misschien niet eens zo'n heel groot gat. Niet eens zo heel veel kracht. Maar je moet je wel bedenken. Dit is met cobblestone. En cobblestone kan echt heel goed tegen TNT. Dus als je zo kijkt. Als ik 1 TNT afsteek op cobblestone. Nou krijg ik zo'n klein gat. En dit is dan relatief nog groot voor cobblestone, want meestal is dat gat nog kleiner zelfs. Ja, kijk, zie je. Het doet niet heel veel damage. Dus zo'n ding is best wel krachtig. Alleen het nadeel is wel, als er ergens, zeg maar, gewoon bijvoorbeeld hier zo in de lucht ergens een blok zit, dat kan hem dan ook af laten gaan. Maar dat kan je verhinderen door een paar blokken gewoon weg te halen. Op de meeste plekken werkt dat wel. Kijk, als je gewoon hier zo een paar TNT weghaalt, dan zal die bij het grootste gedeelte in ieder geval niet afgaan. Tenzij er een blok precies, zeg maar, op deze lijn zit. Of hieronder zo. Maar dat gebeurt niet zo heel vaak. En wat je ook nog kunt doen, want dit is natuurlijk het standaard ontwerp gewoon. Maar als dit te veel TNT kost, dan kan je deze vervangen met glas of een ander materiaal. En deze ook allemaal. En dan doet hij het in principe nog steeds. Alleen het nadeel is dat dan een groot gedeelte van de raket blijft over, zeg maar. Dus het is lastiger om nog meer missiles erna te sturen. Maar als de muur maar één dik is, dan ga je het hiermee ook wel redden. Dan red je het waarschijnlijk ook wel zonder deze voorste drie. Maar dan moet je zelf kijken wat jou het best lijkt. Dat verschilt natuurlijk ook per situatie dus. En boom. Zoals je ziet, het gat is niet heel veel kleiner. En het werkt op zich ook redelijk goed. Maar gewoon, als je genoeg TNT hebt, zou ik gewoon het hele ding maken. Het ziet er ook cooler uit. Maar dan ga ik jullie laten zien hoe je het moet maken. Ik zal hem hier naartoe kopiëren. Want het is heel belangrijk de volgorde waarop je hem maakt. Want als je hem niet op de juiste volgorde maakt, dan explodeert hij gewoon ergens al tijdens het bouwen. En dat wil je natuurlijk niet. Dus waar je mee begint, gewoon met die paar slime blocks met 1 TNT eronder of een ander blok. Nou, een sticky piston die zo staat. Ik bedoel één verder hier naartoe. Dan een normale. Dit is trouwens ook de enige sticky piston die je nodig hebt. Dus het is. En dan nog een paar normale pistons.
Maar het is op zich niet eens zo heel duur om te maken. En dan hier zo 4 TNT. Dan hier slime blok, redstone blok en dan nog weer slime blok en hier ook weer redstone blok. En dan hier gewoon lekker zootje TNT. Heb ik dit verkeerd gedaan? Oh nee, dat maakt niet uit. Je kan trouwens, omdat de pistons zijn gebudpowered, dan kan je ze gewoon met een flint en steel kan je ze activeren. Of door er gewoon een blok naast te plaatsen, dat maakt niet zo heel veel uit. En nu alles wat we eigenlijk nog moeten doen, is hier het redstone blok plaatsen en hier zo. En dan is die af. En als je hem dan volgens wil afschieten, alles wat je moet doen, is met een flint en steel of gewoon een ander blok ernaast. Moet je deze een keertje updaten. En dan moet je deze updaten. En daar gaat hij dan. Ik stuur deze er gelijk achteraan. Even een keertje de muur fixen. En dan, ja, dat is hem. En op deze manier kan je echt heel makkelijk in ons base binnendringen als die een goede basis hebt. Wow, ik had veel meer TNT, maar de schade is alleen veel meer verspreid en niet eens dieper of zo. Oké, dat is apart. Oh, oeps. Dat was het dan voor deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. En als jullie meer van dit soort dingen willen zien met slimestone heet het volgens mij. Dus redstone met slime blocks. Laat me dat even weten. Ik ben er niet echt heel goed in, maar ik kan er natuurlijk wel mee oefenen. Je kan er ook zo op staan. Het werkt er niet altijd. En het is beter om de hele tijd te springen, want dan is de kans dat je er doorheen valt minder groot. Maar ik zou ook eigenlijk niet echt een reden zien waarom je erop zou willen staan, want je wordt toch opgeblazen. En deze dingen kunnen trouwens echt heel ver vliegen. Deze dingen kunnen gewoon duizenden bloks ver vliegen in principe. Alleen moet je wel zorgen dat chunks geladen zijn. Dus dat hij niet in unloaded chunks komt, want dan werkt hij niet. En dan gaat hij volgens mij gewoon af, zonder dat hij iets raakt. Dus je moet wel zorgen dat je in de buurt blijft van dit ding. Maar zolang je in de buurt blijft, dan kan je echt heel grote gaten maken in bases. Dus, nou, dat was hem dan. Vergeet een like achter te laten, want ja, dit is best vet, toch? Als je hiermee iemands base binnendringt, dan weet je echt gewoon niet wat er gebeurt. Dus laat daarvoor een like achter. Laat een reactie achter met weet ik veel wat. Iets waar jij zin in hebt. En vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want er zijn vast genoeg mensen die mijn video's kijken en nog niet geabonneerd zijn. En ik maak veel meer van dit soort video's. Dus als je het leuk vond, abonneer dan eventjes. En dan krijg je vanzelf weer een update als ik een nieuwe video upload. En dan zie ik jullie woensdag weer met een nieuwe video. Dus tot dan. Doei.